We zijn helemaal niet zo heel klein. Wouter is gewoon zo ontzettend groot. Ik hoop dat dit er ook in zit straks. Dat is mooi, met het hoofd. Ja, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Ja, goeiedag. Welkom bij Autoblog podcast nummer 56. Dat is de nummer 1 van alle automotive podcasts die gepresenteerd worden door Michael en Nicola. Ja. Wouter zat weer met zijn bips in Barcelona, zat hij volgens mij. Op dit moment in het vliegtuig, denk ik, of ja, net geland. Het is nu 11 uur 19, 11 uur 20 landen, die zegt hij. Dus okay, als het goed is, komt hij er zo aan. Alleen niet bij ons, want hij heeft door naar zijn andere werk vandaag. De echte baan. Ja, maar fijn dat jij kon inspringen, Michael. Ja, gezellig. En allebei niet op een kistje. Nee, niet nodig natuurlijk. Hoe lang ben jij? Ik heb ooit gezegd 1,76 en dat geloofden ze toen van paspoort, maar ik denk inmiddels 1,74. Ja, ik ben 1,73. Ik heb mijn paspoort, maar volgens mij ben ik ook 1,77 of zo nu. Dus, maar Wouter is gewoon 2 meter, dus het lijkt alsof we heel klein zijn, maar nu is het allemaal goed. Freakishly tall. Ja, zo is het. Nou. Ja, hoe was jouw week? Mijn week. De week. Michael en Nicola. Ja, nee, mijn week. Mijn week was leuk qua auto's. Ik heb vorige week vrijdag mijn Saab uit de stalling gehaald. Al net op tijd voor dat weekend. Speciaal voor die zaterdag eruit gehaald. En het leuke is, hij doet het helemaal. Alles werkt. Starten, lopen? Alles. Ja, helemaal perfect. Freek, dankjewel voor de goede zorgen. Allemaal. Ik had hem net schoongepoetst natuurlijk. Wilde gepoetst met een oliedoek. Nee, maar hij is echt leuk. Okay. Het wel grappig, dan kom je aan. Toen ik hem wegzet, had hij heel lang in de regen gestaan. Toen waren er een paar van die lampjes kapot. Die remlichtjes, die deden het niet. En lampjes in dashboard. Maar die zijn allemaal uit en alles werkt weer. Hij is weer helemaal perfect, de Saab. En ik heb er heerlijk van genoten. Dus die Saab laat je er rustig inkomen. Die fouten die komen de komende weken weer. En dan met de kosten die daarna volgen. Nee, dat gaan we allemaal niet meer doen. Er zit al zoveel geld in. Dus, maar je bent vandaag weer met de Tesla. Ja, maar het was toen ik wegging vanmorgen, was het nog aan het mondregenen bij mij. Het is niet mooi. Okay. Dus misschien dat ik straks naar het andere werk ga met de Saab. Of met de want Machiel die hierboven zit, de redacteur, die kan gewoon met het kapje losrijden hoor, met de Z4 vandaag. Ja, maar in ieder geval snap ik dat. Bikkels uit Zeeland. Er schijnt altijd de zon natuurlijk. Zo is het. Hey, en jij hebt ook het een en ander meegemaakt. Ja. Je stuurde een foto. Ik stuurde jou van de week een foto. En daar komen we zo meteen even op terug. Maar dat is wel wat geworden. Oh, echt? Ja, we sturen elkaar natuurlijk wel vaker foto's. En dan bedoel ik van auto's of van horloges. Maar, precies. Geen Mark Overmarsjes. Nee, absoluut niet. Nee, dus er is inderdaad een beslissing genomen in het wagenpark thuis. Ja, want je rijdt nu nog in een Lincoln Co. Nou, ik heb, die je heel goedkoop kon krijgen. Ja, ik heb letterlijk op de knop gedrukt om afscheid te nemen. Dus dan zeg je, ik zeg mijn abonnement op. Ja. En per zeg maar koningsnacht komen ze hem ophalen, denk ik. Dus op jouw verjaardag ook nog eens. Ja. Dat weten wij. En dus hij is een soort van uit mijn automatische inkasso zometeen, maar ook al uit mijn hoofd. Dus hij staat echt serieus 6 plaatsen verder voor de deur. Waar rij je in dan nu? Ja, in de Up. De Up? Up van mijn vriendin. Oké. En ik moet eigenlijk in de Panda 4x4 gaan rijden, maar dat komt even niet van. Want zo lang was het ook weer niet zondag, want hij lekt nog. in de Cupra Born duurtester. Oh ja, die staat hier voor inderdaad. En van de week in een soort van een broertje of verneefje van de Cupra Born. Want het is eigenlijk hetzelfde concept, maar de MG4 X-Power hadden we. En dat is die uitvoering met 435 pk. Dat is die oranje zeker ook, of niet? Nee, dat was Hunter Green. Oké. Speciale kleur die ook erg in de smaak viel thuis. Maar ook bij de dame van de pompstation waar ik hem nog even moest wassen voordat ik hem inleverde. Oh echt? Ja. Hunter Green, wat is dat dan? Een soort waxjas achtig of zo? Mat groen. Oké. Mat donkergroen. Interessant. Dat was netjes. Maar vooral onwijs lachen. Dat gaat al vooruit dat ding dan met 450 pk. Ja, 3,8 seconden naar de 100 moet hij. Dat haalde hij bij ons niet, maar dat komt misschien ook omdat Wouter... Maar goed, nou, gaan we allemaal zien. Ja. Okay. Het gewicht van de bereider heeft ook iets mee te maken natuurlijk. Ja, dat is waar. En de rijtest, dat is leuk. Daar Wouter zat in de Porsche Taycan Turbo GT, maar daar heb jij ook ervaring mee. Ja. En ook echt letterlijk ervaring mee. Ja. Wat was er gebeurd? Nou ja, kijk, bij die Taycan Turbo GT viel nog wel mee. Nee, ik was 3 weken geleden was ik in Leipzig. Ja. En dat was de presentatie van de jaarcijfers van Porsche. En mochten ook een soort van ride-along met Turbo GT. Dus eerst in de Turbo GT helemaal ingesnoerd. Dus met een handsdevice, helm op, alles. Nou, dat was prima. Dus die kerel naar me kijken, Timo Bernhard, die coureur. Hij zei, ja, snel hè? Ik zei, ja, nee, bizar snel.
En vervolgens ging ik in een gewone facelift Taycan zitten. Het was het Porsche Experience Center daar in Leipzig. Ga ik me toch door mijn rug? Terwijl ik er gewoon naast zit. In die auto? In die auto. Nee. Want die stoelen waren natuurlijk ook wel goed, sportstoelen. Maar ik zat gewoon niet vast. En dan merk je dus, als je niet vast zit, dan is de beleving ook wel... Hoe heftig dat is. Ja. Maar even serieus, als je dus met zo'n ding, als jij dat dus nu al hebt. Je bent gewoon prima getraind, je sport. Ja, echt heel veel. Ja. Nee, maar je bent geen krakkemikkig wrak. Als jij dus gewoon door je rug gaat in een straatauto, omdat die te snel is, dat is toch bizar. Ik denk dat heel veel mensen zeggen dat het meer over mij zegt dan over de auto. Maar dat verkocht wordt. Ja, het is eigenlijk, dan vraag ik me dan ook, heb ik met Wouter ook wel eens over, wanneer houdt het op? Want dit levert even kortstondig geloof 1108 pk. Ja. Dat is 1108. Ja. Als je zonder die 1000 heb je al een prima vermogen in principe. Ja, mijn eerste auto had 110 pk, mijn Renaultje. En dan was ik de Bink mee. Ja, maar waar stopt dit? Ja, je went er snel aan, dus dan stopt het niet, denk ik. Ja, dat heb ik met die Tesla, merk je dit ook. Ja, maar gisteren zat ik in was ik met twee vrienden op stap en in Taycan Turbo, vorige generatie. Ja. Of eigenlijk de huidige generatie. Mooie donkerblauwe. Ja, die mooie donkerblauwe. En ik zat op de achterbank en iemand anders zat voor op de passagiersstoel. En die had het nog nooit meegemaakt, launch control. Ja. Dus die zat echt zoiets van, die had echt zoiets van, doe dit nooit meer. Want ik word misselijk. En ze keken mij aan. Ik dacht, ja, ik weet wat het is nu, zeg maar. Ja, niet blasé, maar als je het drie keer hebt gedaan, dan denk je, ja, dat is niet normaal. Maar ik weet nu wel wat het is. Ja, nee, ik merk dat ook bij mij als ik gas. Maar het is ook het verschil als je achter het stuur zit. Hè? Ja, dan word je ook niet misselijk. Ja. Maar ik heb nu één keer in mijn eigen auto ernaast gezeten. De stoel zit nog steeds los trouwens. Moet ik eventjes laten fixen. Maar dan is het echt eng, want je weet niet wanneer het gebeurt. En het gaat zo hard. Ja. Maar goed. Hey, dus zo dadelijk eventjes over jouw nieuwe voertuig. Dan gaan we nu dit doen. Oh, hot. Het allerheetste autoblognieuws. Nou, en er is heel heet autoblognieuws. Absoluut. Zeker voor mij. Ja. Want de EV's zijn ook volgend jaar nog vrijgesteld van wegenbelasting. Ja. En daarna gaan ze het langzaam opbouwen, zo moet je het zeggen. Ja, dat is een verrassend lekje was er natuurlijk. Ja. Over voorstellen die dan in het derde kwartaal in de Tweede Kamer komen. Wat ook wel een beetje lastig is, want er was al bekend dat er wat ging gebeuren met de motorrijtuigenbelasting. Maar niet precies wat. Ja. Er was eigenlijk al wel heel erg duidelijk wat er ging gebeuren met de motorrijtuigenbelasting voor plug-in hybrides. Ja. En daar gaan ze nu ook wat in veranderen. Dus mensen met een plug-in hybride, dus noem ze maar op, een Lincoln Co. Die wisten gewoon precies waar ze aan toe waren. Die gingen van een half tarief wat ze nu betalen, dus de helft van de motorrijtuigenbelasting, naar drie kwart volgend jaar. Dat zou de bedoeling zijn. Maar wat blijkt nu te gaan gebeuren? Die mensen moeten gaan bloeden om de EV-subsidie langer te laten duren op de MRB. Want de EV-subsidie vanaf 2026 gaan wij elektrische rijders 60% betalen van de oorspronkelijke wegenbelasting. Volgend jaar dus nog nul. Ja, en vanaf 2029 is het 65% en vanaf 31 dan is de korting helemaal weg. En het wordt dus inderdaad opgevangen met een volle wegenbelasting voor de PEFs. Dat is eigenlijk best lullig. Ja. Ja, want het kan ook nog wel serieus aantellen. Want ik bedoel, die dingen zijn ook zwaar natuurlijk. Ja. Ja, die zijn allemaal een kilootje of 200 zwaarder dan het... Want wegenbelasting, dat wordt dus puur op het gewicht gedaan en op de brandstof natuurlijk. Dat is het verschil, maar dat heeft niks te maken met uitstoot en zo. We zaten dan dat zelf uit te rekenen natuurlijk van wat is de impact voor mensen met een plug-in. Maar ja, dan moet je ook weer kijken. Het gold al, dus die korting gold alleen voor plug-in hybriders die onder de 50 gram uitstoten. Dus had jij een hele dikke Volvo hybride, plug-in hybride, of bijvoorbeeld een Range Rover, dan had je die korting al niet. Dan had je hem niet, oké. Dus niet dat je dan van 500 naar 1000 euro per kwartaal gaat. Nee, dat was al te veel. Ja, en dat blijft te veel. Oké. Nou ja, ik vind het zelf wel goed nieuws. Maar puur preken voor eigen parochie natuurlijk. Ja. Ja, ik denk als ik nu in één keer vol met... Wat zou zo'n Tesla, volgens mij weegt die 2300 kilo of zo? Zomaar. Ja, wat zou dat kunnen betalen? Wat moet je ervoor betalen? Ik weet het niet. Want doen ze dat dan met een benzinetarief of een diesel? Wat gaan ze ervan maken? Of een LPG? Ja, maar dat is natuurlijk dat is ook een vraag. Zoiets, hè? Maar dat is benzine. Benzine. Nou, het zou niet goedkoop zijn, denk ik. Nee. Maar... Je zit sowieso aan de 130 euro per maand, denk ik. Nou, maar dat op zich is dat niet zo erg. Maar als het wel vol wordt, gaat hij lekker weg. Komt er weer gewoon een benzineauto. Ja. Nou ja, het houdt ook weer wat in voor mensen die het inderdaad... kijk, als je een auto hebt nu... Mm-hmm. Dan is het een sloot geld erbij. Als je private lease hebt, dan gaat je bedrag gewoon omhoog. Ja. Dat wordt gewoon meegerekend zometeen in het maandbedrag.
Maar ja, het zijn natuurlijk ook wel mensen die rijden nu lekker in een Outlander of een oudere plug-in hybride. Omdat het ook gewoon een betaalbare occasion is. Ja. Golf GTE of zo. Ja. Ja, en die krijgen zo meteen wel echt een klapje erbij. En gaan ze allemaal weg, die dingen waarschijnlijk weer. Gaan ze weer achter de Blue Motions aan en zo gaan ze allemaal naar het buitenland. Ja. Ja, nou, en dan als je van jou, ik probeer een bruggetje te slaan. Als je dan vanaf je Lincoln Co. die je dan weg hebt gedaan, dan kan je naar iets nieuws van Alfa Romeo. Dat was even schrikken, de Milano, toen die gelekt was. Ja, ja. Een lelijk ding leek het. Ja, maar... Nee, want uiteindelijk we hadden eerst wat gelekte foto's van een witte versie. Nou, dat zag echt niet uit. Nee. En vervolgens, een dag later, was de officiële lancering. Nou, een mooie, ik vond het in ieder geval een mooie, fraaie, rode uitvoering. Ik denk, je kan beter je eigen feestje regisseren. Ja. En die dingen gelijk eroverheen knallen. Maar ja, opvallend, nog steeds natuurlijk in twee uitvoeringen leverbaar. Niet volledig. EV. Nee. Niet alleen EV. We hebben het dus over de Alfa Romeo Milano. De Milano. En die hadden daar, dat is ook alweer grappig, die hadden daar een filmpje bij. Ik deelde hem nog in de app. Waarin ze de Sagrada Familia in hadden zitten. In Milaan? Volgens mij staat hij in Barça. Precies, ging helemaal goed. Oh, heerlijk. Maar in Milaan natuurlijk gelanceerd. Ja. Ja, het is een bezig met crossover. Voor de motor koop je hem niet. Nee. Want je hebt of een hybride driepitter of helemaal geen verbrandingsmotor. Nee. Met de Hybrida heb je een 1.2 met 136 pk met vierwielendrijving. Ja. En de cijfers van de Electrica, die kennen we ook. 156 pk en 54 kWh accu. Kom je 410 kilometer mee. Maar er komt ook nog een Veloce. En dat is altijd leuk, want Veloce betekent snelheid. Ja, precies. In het Spaans. Met 240 pk. Italiaans, sorry. Ja, ja. En die grills, dat is ook grappig. Dat je twee verschillende grills... Ja, gelukkig grills. Wel. Ja. Ja, eentje met een zwart vlak met het logo een beetje eruit gesneden. Eentje die niet af lijkt. Ja, die. Ja. Ja, precies. En die andere waar de optie wel gemonteerd is. Een beetje alsof je inderdaad de wieldop niet op je... Ja. Of center cap niet op je vel hebt zitten. Zoiets. Maar op zich wel weer grappig. Prijzen nog niet bekend, maar we kregen zojuist wel een tip binnen van iemand die zei... hij staat er wel in de Italiaanse configurator en daar was de EV-versie rond de 41-42. Begon dat. Jeetje. Ja. Maar dan heb je een B-segment crossovertje voor 42. We komen straks er nog even op terug. Ja. Voor dat geld heb je ook een Superb. Een Skoda. Ja. First Edition. Ja, moet je €1000 meer betalen. Ja, en natuurlijk, kijk, iemand die een Alfa Romeo EV gaat kopen, leasen... Die wil denk ik per se geen Tesla. Maar je gaat altijd weer kijken. Ja, wat je dan ook bij Tesla krijgt. En dat is voor 42 heb je daar ook gewoon een Model 3. Ja, en de Tesla Model Y, die krijgt meer range. Dat is leuk, dat wordt de goedkoopste, maar je kom je ook het vers mee. Dat is de Y Long Range RWD. Ja, dus en die heeft één motor. Ja, precies. Dan gaat de AWD gaat eraf. Ja. En dan komt die 600 kilometer ver. Ja. En het grappige was dat het wordt altijd super goed gecoördineerd natuurlijk bij Tesla. Mm-hmm. En ook zo ondoorzichtig als wat. Dus je hebt geen idee waarom ze doen wat ze doen. Ja. Bij de eerste aankondiging was in ieder geval duidelijk dat die... stond Nederland gewoon nog niet bij. Nee, klopt. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal geen land voor Tesla's. Tesla's wordt hier helemaal niet verkocht. Nee. Die wilde naar de Tesla rijden in Nederland. Helemaal niemand. Nee, maar dat goed, snap ik ook niet. Ja. Maar goed, de PR nam deze keer de telefoon op. En die wist aan Michiel te melden dat... dat hij ook echt van de Nederland komt. Ja, natuurlijk komt hij. Maar waarschijnlijk niet onder die grens van 45.000. Oké, want hij in België, daar staat hij wel al... Ja. Daar is hij 3.000 goedkoper dan de AWD. Ja. En wat die AWD dan kost hier... Dat, ja, dat zou bij ons betekenen dat hij bij ons rond de 47 uit zou komen. Okay. Dus dat wordt wel echt... een hoop geld. Ja, dan moeten ze echt wel tweedehands kopen. Flink eronder duiken als ze niet onder als ze die nog onder de 45 willen houden. Ja. Dus ik denk dat ze dat misschien wel niet gaan doen. Als je nou gewoon voor dat geld koop je een tweedehands Model X P100D. En dan hou je nog geld over ook. Een Model X. Ja, dat is die flapdeur. Dat is die grote ei. Daar wil je toch echt wel garantie bij hebben, of niet? Ik weet niet, ik heb daar één keer in gereden toen mijn voor een nieuwe computer stond. Ik vond niks. Ik schaamde me kapot met die gekke deuren. Het is wel een beetje een attractie, hè? Ja, maar ik vond het echt, dan moest je er iets uit halen. Ik hoop, kijkt er niemand. ik vind het echt helemaal niks. Maar goed, 5,6 seconden naar de 100. Toch, ja. Gewoon prima. Weet je wat zo is? De BMW E60 M5, die deed in 4,7. Maar dat was echt Ferrari-territorium. Ja, 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 ja. En nu zit je van 5,6. Ja. Ja. Yeah.
Maar het is nog steeds hartstikke snel, joh. Zeker. En, maar uiteindelijk is natuurlijk de vraag van, joh, in die categorie, sorry, of in die klasse, mensen, model Y. Je bent natuurlijk geneigd om te zeggen, als je hem koopt, dan wil je lekker onder die 45 zitten. En dan neem je de basisversie. Ja. Krijg je nog een beetje subsidie, die €2.950. Maar ja, zakelijk, als je ook met jouw auto op vakantie moet, dan pak je gewoon deze. Want dan wil je gewoon net even twee keer minder laden op weg naar Zuid-Frankrijk. Weet je wat ik gisteren merkte? Ja. Dat ik het voor het eerst eigenlijk een beetje gehad heb met dat laden steeds. Dus als je hem gewoon ergens neer kan zetten en je laat hem, dat is niet erg. Maar gisteren ben ik twee keer bij een supercharger geweest. En dan sta je toch weer een half uur te laden. Ja. Hij ging gisteravond wel snel. Dan wat was het, 150 kW geloof ik, of iets minder. Maar dat ging echt wel rap. Maar 's middags dan max 50 geloof ik. En verwarmt hij hem dan voor? Of doe je dat zelf aangeven? Dat kun je aangeven, maar dat vergeet ik altijd. Dan, ja, maar dat moet je dus echt doen. Hè? Dat scheelt een stuk. Ja, ik van de week nog met wat testauto's ook vragen gehad over snelladen. Ja? En we kwamen wat dingen tegen. Dus onze contacten bij Fastnet even aangeboord van joh, hoe zit dat? Nou, ik kreeg een antwoord van terug van ja, het is zo belangrijk dat die optie eigenlijk op elke auto hoort te zitten. Hij gaat en dat je hem ook echt gebruikt. Bij mij gaat hij aan als ik dus in de navigatie op zoek ga naar supercharger. Ja, dat is dan, automatisch. Ja. Ja, dan gaat hij aan. Maar als ik het niet doe, dan niet. Maar dat scheelt echt heel veel dus. Ja, en heel veel auto's hebben gewoon die optie niet. Nee, het scheelt zelf zoveel dat wij bij enkele testauto's hadden dat ze gewoon totaal niet in de buurt kwamen bij hun maximaal. Nee. Kijk, je hebt natuurlijk overal een laadcurve. Mm-hmm. Dus als je een auto voor de helft vol is, dan gaat hij niet maximaal de snelheid halen. Maar ja, bij 5% of 10% moet hij hem wel halen. Tenzij hij aankomt met een auto waarvan de accu gewoon niet voorverwarmd is. Het zou best kunnen dat het veel te lang duurt voordat hij stijgt in die snelheid. Maar goed, daar komen we binnenkort nog wel op terug. Nee, we nog kijken naar het fotootje wat ik gemaakt had, hoe snel die nou aan het laden was gisteren. 702 km per uur, 122. Dat was het gisteren met een niet voorverwarmde. Want wat is de max bij die P100D? Weet ik niet. Weet ik echt niet. Maar, weet wat je koopt. Nee, boeien. Nee, maar goed. Dus, maar ik merkte voor het eerst, ik denk van, ik ben het eigenlijk wel een beetje zat. Gewoon. Ja. En hij heeft een vrij grote accu vergeleken bij een hoop auto's. Maar het is nog steeds. Je moet wel eigenlijk gewoon wel iedere dag laden ook. Ja. Was dat niet omdat jij gewoon verzuimd had om thuis te laden? Of kan je niet thuis laden? Ik kan thuis laden, maar had ik niet gedaan ook. Maar ik moest ver en dan moest ik vanmorgen weer hierheen. Dan zit hij maar vol, dat soort dingen. En dat is over het algemeen vind ik het niet vervelend. Maar gisteren had ik echt voor het eerst, ik denk van, eigenlijk weer gewoon zo'n slang erin en 2 minuten verder. Maar goed. Maar, en dan ben je nog heel erg verwend, hè? Want serieus, met 120 laden. Maar dat was heel even, hè? Daarna ging hij naar de 70. Ja, okay. Ja. 120, dat gaat best rap, ja. Dan zou hij in minder dan 10 minuten vol moeten zitten. Ja. Maar dat houdt hij niet. Okay. Ja, maar we blijven even bij de elektrische auto's, want... Ja, dan moeten we even gas geven, want we hebben alleen maar elektrisch nieuws nu, hè? Ja. Ook, nou, ook nog eentje. Ja, maar nog dan hebben we een crimineel. Dat is ook mooi. Ja, ja. Ja, wat Tesla al in 2020 lukte, is BMW nu ook gelukt, hè? Ja, de miljoenste elektrische auto geproduceerd. Ja, wat zou dat geweest zijn? Een i7 of een i4? Ja, dan hebben ze er heel veel. Ze hebben de iX, hebben ze ook. iX1. De Rolls-Royce Spectre. Oh ja. Kan ook natuurlijk. Valt ook nog wel. Nee, ik denk dat het uit PR-overwegingen zal het wel zo'n i7 zijn, ja. Ja. Tesla zit overigens nu al op 6 miljoen. 6 miljoen, hè? Ja, bizar. Ja. Nee, en dan BMW met zijn uitgebreidere gamma. Maar ja, die maken natuurlijk ook nog een hele hoop gewone auto's. Dus, en ze zitten wat beter in elkaar dan Tesla's, heb ik ook wel het vermoeden. Dus het zal ietsje langer duren om er eentje in elkaar te zetten. Okay. Dat is nog steeds wel, denk ik, een van mijn favoriete auto's. Die i3 die ik heb gehad. Het was zo'n fijn autootje. En dat is nog zo'n polariserende auto, hè? Want ik vind hem ook heel erg leuk. En ik wees hem nog even aan van de week thuis. Want alle opties kwamen voorbij. Nou, die blikken... Die kwam er niet in bij jou. Nee, junior en mevrouw, die hadden... Totdat ze er een keer rijden en merken hoe fijn dat ding het is. Het interieur is ook gewoon zo briljant. Het is al, dat ding is 2013 op de markt gekomen. Ja. En met die smalle banden en die grote diameter. Het is met die. Ja, het leuke is als je wilt draaien inderdaad. Je kan ook echt ongeveer op een postzegel kan het ding omdraaien. Het is echt briljant. Ja. Het rijdt gewoon fantastisch. En dat is echt zo'n auto die wordt later wel nog een keer wordt die erkend, denk ik, voor alles wat hij had. Maar... Het is best wel een categorie EV's nu die... ik zal niet zeggen dat het geen geld is, maar 15.000 tot 18.000 euro. Dan nog even €2.000 subsidie eraf. Ja, maar, dat is dan als tweede auto wordt het ook wel... Dat is het, want het nadeel, ik heb gekeken om er een te kopen, een i3S met de grootste accu, maar dan nog heb je max
300 kilometer rijkwijde, max. Hè? Dat wordt niet minder. Niet zo super snel laden. Hè? Nee, dus dat is wel het nadeel. Want je betaalt er wel gewoon serieus geld voor nog. Maar als je hem als tweede auto en voor in de stad, fantastisch. Ja. Ja, echt een heel leuk ding. Ja, door naar de volgende EV. Ja, die is ook tof. Ja. Daar moet ik nog in rijden van onze vrienden van Lease Bijtelling Vriendelijk. Hi, jongens, daar zijn we weer. De Mercedes EQS, hij is vernieuwd. Ja, en dat is best wel snel. Ja, drie jaar. Ja. Ja, 2-3 jaar. Maar die was gewoon niet zo heel erg mooi, zeg ik voorzichtig. Ik vind hem ook niet zo heel mooi. Nee. Te korte neus, te korte kont. En die glanzende zwarte plaat, waar je eigenlijk de grill op de ster verwacht. Dat sprak niet heel veel mensen aan. Nee. Vinden wij zelf. Maar daar hebben ze wat aan gedaan. Ja, ze hebben sowieso die ster terug op de neus. Ja, ze hebben nu een paar horizontale lijnen eroverheen getrokken. Een beetje chroom toevoegen is altijd goed bij Mercedes. Ja, ja. Maar met mate natuurlijk. Maar ze hebben ook nog wel wat gedaan aan de techniek. Ja, de actieradius. Even kijken. Hij kon volgens de WLTP kon die 731 kilometer. Vanochtend weer een artikeltje dat WLTP ook weer niet uitkomt. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar volgens we rekenen dus, er nog steeds mee. 500 kilometer kon hij ongeveer echt dus. Maar 731 werd gecommuniceerd van de EQS 450 Plus. Maar dat is nu 822 geworden. Ja, dat is echt serieus. Als dat een beetje gehaald gaat worden. Ja. Maar ik merk het nu zelf ook. Die van mij die zou 612 moeten halen. Mm-hmm. Nou, als ik 350 is veel. Ja. Als ik dat haal. Dus het is bijna de helft. Dus, Maar goed, alleen de Lucid Air Dream die komt verder. Ja, die staat nog op 883 kilometer. Ook een mooi ding trouwens. Ik rij in Hilversum heel vaak langs die showroom daar die ze er hebben. Oude BMW. En dan zie je er heel veel rijden. Maar ik vind het echt een mooi ding. Ja. Niet te betalen. Niet te betalen. Nou ja, ze hebben natuurlijk een iets... Maar die wil je niet. Je wil wel die dikke. Je wil wel die 1100 pk ook. Ja. Nee, en de accu is ietsje groter geworden. Die is van 108 kilowatt naar 118 gegaan. Ja, dus lichter is die niet geworden, denk ik. Nee, maar dat is een slagschip, zeg. Ja. En een afschrijverskanon. Ja, dat... Binnen een jaar de helft eraf ongeveer, hè? Ik zat even op Marktplaats te kijken, maar dat is inderdaad... Daar is er ook alleen. Daar zitten wel een paar artikeltjes in. Ja. Maar goed. Nou, die wil ik wel. Als het afschrijft. Nou ja, je pakt hem vanaf ongeveer 69 nu volgens mij. Nou, ik weet niet wat. Weet je, dan koop je ook een Taycan voor. Ja. Dan heb ik die toch liever. Ja, we hadden van de week nog gekeken van Taycan en e-tron GT. Oh ja. De afschrijving daarvan. En? En het grappige is dat de e-tron GT nog steeds duurder is. Ook tweedehands. Oh echt? Ik vind hem wel heel mooi. Er zijn er ook minder van. Ik vind hem ook stoer. Maar is dat dan de RS of niet? Of is dat, Nee, gewoon de GT. Daar begint het dan in ieder geval bij. Okay. Hè? En uiteindelijk is die nog iets duurder. Er zijn er iets minder van. Maar ja, wat zou je doen? Zou je een Porsche kopen of een Audi? In dit geval weet ik het niet zo goed. Want ik vind een Porsche is natuurlijk, inderdaad, klinkt een beetje stommer. Net ietsje toffer dan een Audi. Ja. Maar als je ze naast elkaar zet, ik vind die e-tron GT vind ik toch echt wel heel mooi. Ja, is echt heel mooi. Ja, het is echt een gaaf ding. Dus, maar bij allebei geldt, kies de goede velg. Dat de bicolor... Ik reed net langs een Duitse Taycan Turbo S. Mm-hmm. En die had dus die velgen van die concept leken. Het is die witte, zwarte velgen. Lelijk. Ja. Echt lelijk. Zo zie je hem ook in je scherm, hè? Je beeldscherm van je Taycan als je eruit. Als die een auto weergeeft, dan geeft hij die witte aan. Heeft hij van mij dat ik kan hem zelf instellen naar alles wat ik wil. Dus ik heb nu een paarse met zwarte velgen. Kijk, heel mooi. En goud. Nou, weg van die EV's nu. Ja, criminelen. Hey. Ja, dan hebben we het natuurlijk over Frits van Eert. Hij wordt vervolgd. Ja, dat was de opening van het opening van het NOS-journaal was hij zelfs. Ja. Ja, nee, hij heeft het toch best wel verneukt. Dat was toch echt wel dat je denkt, dit is dé perfecte zakenman. Maar, wat ze hem te lasten leggen. Ja. Niet ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Nou, valsheid in geschrift hebben we vaker gehoord. Mm-hmm. Maar niet ambtelijke corruptie, dat zat niet in mijn inleiding privaatrecht, te zeggen. Ik heb dat artikel heb ik weggezopen, dus dat weet ik niet meer. Ja. Die eerste cellen zijn er niet meer. En er bestaat nog de mogelijkheid dat daar ook nog witwassen aan toe wordt gevoegd. Dat heb je meestal als je zo'n geel jumbo-tasje met geld... 4 ton, hè? 4 ton plus. Hoe dik was het ook alweer? Ja. Nee, maar ik vraag me wel af. Ik zat daar naar te kijken en toen hadden we het erover. Dat ik denk, maar kan het ook niet zijn dat die man gewoon op een bepaalde manier gechanteerd is of zo? Want hij gaat er ook speciaal zo tegen in. Ja. Hij wil niet schrikken, want dan zegt hij eigenlijk dat hij schuldig is en krijgt hij strafblad. Ja.
Maar ik kan me het namelijk niet voorstellen. Die man die was echt de perfecte zakenman. Een familiebedrijf uitgebouwd tot een van de bekendste bedrijven van het land. Geld zat. Het ging, alles ging gewoon goed. Ja. En dan zit hij met zo'n crimineel, dat hoor je toch vaker? Mm-hmm. Bij een soort Willem Enstra van vroeger, die misschien een keer te veel met iemand omging en toen erin werd gesleurd. Ja. Ik kan me dat namelijk gewoon niet voorstellen. Nee. Of zou het vanuit de kick zijn of zo, dat alles goed gaat? Ik vind het zo'n bizar vaag verhaal. Ik denk dat hij natuurlijk met zijn autocollectie, ik wil niet de hele autohandel weer besmetten nu, maar met zijn autocollectie, met die oude racewagens, mm-hmm. Zoveel gaat erom gunnen, denk ik. En betaal dan dit maar, of ik heb nog één van je te goed. Dat is wel heel lastig, denk ik. Want vooral dat gunnen. Ja. En bij gunnen, dan komt dan wel eens wat terug. Ja, maar goed, ik heb jou wat gegund en nu moet jij weer... Ja, daarom. Ik bedoel, maar je weet toch, dat ding kon ik ook aan iemand anders verkopen. Ik heb aan jou verkocht, maar nu moet je wel deze pakken. En of nu moet je even op de factuur dat zetten. Ja. Ja, dat is wel heel lastig als je natuurlijk... vermogende mensen. Het gaat gewoon om grotere... Het gaat heel veel geld, hè? Heel veel geld. Ja. En dat komt gewoon... Kijk, als jij of ik... Als je voor 2000 een keertje iets... Ja, precies. Doen wij overigens niet, hè? Wij zijn echt heel keurig. Precies. Dat dus. Oké, en door. Ja, pieuw kort. Wat prijzen zijn er bekend geworden? Ja, de Audi Q6. Ja, dat is die Porsche Macan van Audi. Ja, dat is wel grappig, want ik stond gisteren inderdaad naast iemand van Porsche. Hi Tom. En die dan zei van ja, zie je gelijk iedereen inderdaad het vergelijken met de Macan. Mm-hmm. Ja, misschien wel logisch. Is het logisch? Volgens mij is het dezelfde auto, alleen met een andere. Ja, we hebben het net over de Taycan en de e-tron. Ja. 77.950 euro. Ik vind het veel geld. Ik vind het heel veel geld. Alleen denk ik wel... Heel kort. Ja? Hoe groot is dan die Q6? Met al die nieuwe cijfers. Je hebt de Q8. Ja. En dat was die oude... Eerste e-tron eigenlijk. Mm-hmm. Dat is dus dat formaat. Ja. En is die, ja, het is gewoon echt Macan formaat dus eigenlijk. Ja. De Q5 van vroeger. Dat is het. Het is zo lastig met al die nieuwe letters. Cijfers. Q5 of net iets groter. Ja. Ik dicht dit toch allemaal iets meer kansen toe dan die markt voor luxe EV sedans. Ja. Die volgens mij stiekem niet zo heel erg groot is. Nee. En niet zo heel veel vraag is. En ik denk, net als met de Macan E, dat dit in het begin wel wat gaat doen. Alleen, het wordt wel de vraag of zij mensen inderdaad uit die Macan E kunnen houden. Als ik zou mogen kiezen en ik ben in de markt voor zo'n auto, elektrisch of benzine, voor een beetje hetzelfde geld, zonder twijfel de benzine. Ja. Ik ben een tevreden elektrische rijder, maar 77.950 euro en dan weet je, dan heb je een Duitse auto. Ja. Daar komt nog wel wat bij. Ja, dan begint het, hè? Tonnetje minimaal dat je kwijt bent, denk ik, voor zijn auto. Dan denk je, zo wil ik niet dat hij eruit ziet. Nee, want hij heeft bijna nog slingerramen en zo. Dus. De optie bij, of de oplossing bij de Q4 is dan gewoon helemaal in het zwart nemen. Alles zwart. Dan ziet hij er nog soort van netjes uit in de basisuitvoering. Okay. Want uiteindelijk, want anders rijd je nog steeds in een... Nou ja, goed. Ja, maar over een Duitse Tsjech die wel goed in de spullen zit voor relativ weinig geld. Ja. De Skoda Superb, gisteren werd de hatchback, het lijkt een sedan, maar het is een hatchback. Die werd bekendgemaakt dat hij te bestellen is. Ja. 43.490 euro. En dat is dan de first edition. Mm. En die zit ook boordevol met spullen. Daar ben je eigenlijk klaar met dat ding. Dus meer hoeft er niet op. Ja, en een kleine motor, denk ik. Want anders, 1.5. Anders had hij wel meer BPM straf gekregen. Een 1.5 met 150 pk heeft hij. Mild hybrid? Ja, dat zit erop. En een standaard DSG. Ja. Maar als jij gewoon een normale auto wil, dan heb je, qua prestaties, dus prima. Ja. En die ruimte. En ook als je dus een beetje de concurrentie bekijkt. Ja. Nou ja, wat zijn de concurrenten van dat ding? Een 5-serie, nou ja, die is bijna twee keer zo duur. Ga je voor een 3-serie, die is ik geloof 48.000. De A4, die zat ook 47.000. Ja. En dan heb je allemaal kleinere auto's voor meer geld. Dus en ik moet zeggen dat ik het design ook hartstikke mooi vind. Ja, en ik vind goed gelukte auto. Ja, ik vind eigenlijk dat we Skoda hetzelfde zou moeten doen als in 2003. Toen liep ik stage bij Unilease. Ja. En toen hadden ze in één keer, hadden we daar twee weken lang, hadden we drie Superbs. Ja. Eentje met de 1.8 Turbo. Ja. Eentje met de, dat was denk ik toen de 3.2. 3.2 of 3.6, die had je ook. Nou, de 3.6 kwam later. Dat was de eerste Superb. Ja, dus die Passat die was echt dat. Op de Passat leek. Ja, die verlengde Passat uit China was dat. En, ja. En nog eentje, een diesel natuurlijk. Ja. Dus fantastisch. Ik liep toen stage dus op de dus jij wil eigenlijk dat wij er drie krijgen hier? Absoluut, dat je een beetje kan vergelijken. Nou, volgens mij hebben we hartstikke positief geschreven over Skoda. En zeggen we nu ook weer dat het een
Nou, maar serieus. Een vriend van mij heeft die Enyaq. Heeft die, En een 60 of een 80? 80 heeft hij. Ja, maar ik ging er eens in zitten. Dat interieur, man, schitterend. Ja. Echt, nou, hij heeft een mooi uitgebreide versie. Maar echt met van die Alcantara stoelen. Met mooiste, echt. Ja, dan denk je Skoda. Dat heeft toch altijd een beetje de naam van een budget-Tsjech. Ja, nou, nee. Alles behalve. Maar ja, je, echt weet, een je weet ook heel veel mensen die geven echt wel de voorkeur aan de Enyaq boven de ID4. Ja, dat snap ik. Ja. Oh, de ID4 vind ik dan ook wel weer mooi. Ja? Ja. Hm. Maar ik zou liever voor een Skoda gaan. Dan krijg je veel meer voor veel minder. Ja. En het rijdt net zo goed. Of misschien stond ook in de comments. Misschien zijn ze nog wel ietsje beter in elkaar geschroefd. Ook dan Volkswagen. Dus je weet het niet. Hey, en dit is leuk. Ja. Ja, Link & Co. Leuk. Het is niet zo dat we per se gewoon Link & Co. Nee, Link & Co. Dat was een ontzettend goede deal. Waarschijnlijk veel te goedkoop voor wat je kreeg. Het was gewoon een gloednieuwe Volvo SUV. Ooit 500. 500 per maand. Ja. En toen werd het 55. 55, nu 6 nog wat toch? 6,50, maar voor de bestaande klanten bleef het 5,50. Maar het gaat omhoog. 710 euro per maand. En dat is nog voordat die extra wegenbelasting volgend jaar erop komt. Nee, zit dat er al in? Dat zit er al in. Nou, dat konden wij exclusief als eerste melden. Ah, tjaka. Veel flauwigheid. Maar die... dat is kijk, echt bij een hoop geld elk abonnement, elk abonnement, elk private lease komt gewoon die MRB-verhoging komt erbij. Ja. Of het nou EV is in 2026 of die plug-in hybride al in... 2025, nou, dit is een plug-in hybride. Ja. Dus die gaat, want die auto weegt 1850 kilo. Ja. Dus die gaat gewoon naar een kleine 119 of 120 euro per maand. Per maand? Wegenbelasting. Ja, dat is veel geld. Gemiddeld in Nederland, hè? Per provincie verschil. Wat heel... onzin is, overigens. Ja. Dat even gezegd hebben. Maar sowieso is die hele wegenbelasting onzin. Precies. Maar dus dat wordt van 6,50 wordt dat in ieder geval 17. Nou, maar moet je even kijken. Dan moet je dus bijna 1500 bruto voor verdienen. Als je het een beetje goed doet. Ja. Dus dat is echt voor alleen je auto. Ja, ik vind veel geld. Ja. Kan je beter. Ja, van 1500 bruto hou je gewoon een 1400 netto over. Hè? Maar dat is echt anders. Ik niet, hè? En je mag niet 1500 bruto verdienen meer. Want minimumloon is tegenwoordig 1800 bruto. Dat is even. Nee, maar ik bedoel eventjes voor als je het erbij wil doen, hè? Jongen, laat mij nou gewoon eens eventjes wat zeggen. Als je 1500 euro extra factureert, wou je zeggen. Maar goed. Nee. Ah, ik moet nog een factuurtje extra sturen van vorige maand. Die ben ik vergeten. Oké, dan kun ik hem volgende maand goed. Kan ik hem een maand rijden? Nee, Citroën komt met een compleet nieuwe C3. En dat is geen elektrische, maar een verbrandingsmotor. Ja. Ja, dus ik vond hem niet zo spannend. Als je dacht, maar goed, het is een nieuwe auto. Ja. Ja. Nee, ik denk dat die in de kampioen goed getest gaat worden. Ja, en de volgende vind ik helemaal briljant. Ja. Dat is wel lekker. Was dat wederom Machiel die dat als eerste in de app gooide? Volgens mij wel. Even aan onze collega's. Ja. Was erg leuk. Nee, vertel maar. De Dacia Jogger. Mm-hmm. Heet wel joggen. Rennen. Komt ook in een rolstoeluitvoering. Ja, dus een dealer een bierman volgens mij. Ik kom samen een beetje een lullige naam voor een rolstoeluitvoering, de Jogger. Maar wel, ja, nee, absoluut. Want dat is natuurlijk. Daar gaat de gein om. Maar wel briljant dat je een auto hebt die er eigenlijk, laten we zeggen, een Jogger ziet er semi als een normale auto uit. Dat je daar inderdaad aan de achterkant gewoon je rolstoel in kan rijden. Maar Dacia, je wel bukken, denk ik. Ja, dat wel. Maar Dacia is gewoon tof. Ja. Dat is echt een tof merk. Ja. Ik zou nog best wel zo'n allereerste, niet de Sandero, heet die ook weer, die eerste Dacia die kwam, de Logan. Ja, de race ook mee. Ja, ik kan zeggen, die komen ook wel eens tegen bij de junkyard. Ja. Dat is een oude Cup-auto. Die dingen gaan hard. Was een Logan Cup. Ja. En die doet dan net alsof dat een auto is van 500 euro. Ja, maar die auto's zijn geweldig. Dat is namelijk gewoon, het is gewoon geperst metaal met vier wielen en een stuur en een Renault-motor erin. Een camp. Fantastisch. Het is een beetje net als Lada Niva. Weet je wel? Ja, maar dat was echt tof. Maar we hadden toen laatst ook die nieuwe, hoe heet dat ding, die Duster. Mm-hmm. Die worden toch ook echt wel serieus prijzig hoor nu. Maar... We hebben ook nog hele goedkope Dacia's. Nog meer Dacia, Niels. Ja, en het grappige is, uiteindelijk denk ik dat best wel wat andere merken daarvan dachten. Oké, ze durven het gewoon. Jammer. Want de Dacia Spring, de goedkoopste EV van Nederland. Dat kleine elektrische autootje. Ja, autootje. Sommige mensen zeggen, geen volwaardige auto. Want volgens mij, wat is het, uit India? Wouter zei al in de app met een foto erbij. We moeten afspreken dat Dacia Springs nooit meer op de snelweg komen. Ja, op de linkerbaan sowieso niet, hè? Wilde ze niet meer zien. Hè? Maar überhaupt niet. Er zat er eentje voor hem en wilde hem niet. Nee, maar die kost 16.000 euro. Ja, kijk, dan moet ik natuurlijk wel even... Dat is wel, Leg eens even uit dan, hoe dat zit. Leg eens uit. Ja, ik zal precies vertellen hoe dat zit. Nou, hij was alweer 21.750 euro in de huidige versie. Ja. De nieuwe versie hebben ze 18.900 euro opgeplakt als prijs. Ja. Daar kan je natuurlijk die... subsidie. SEP-subsidie. SEP-subsidie. Ja, precies. Maar 16.000 euro voor een nieuwe elektrische auto? Ja,
Dat is niet veel geld. Ja, nee. Je kan er ook geen moer mee verder. Ja, maar goed. Ik zou voor hetzelfde geld dan liever een i3 hebben van een paar jaar oud. Ja, maar goed. Ja. Je bent een bejaarde. En, of je bent pensionado. Want ben je tegenwoordig nog geen bejaarde. Nee. En dan denkt van ja, maar ik wil gewoon dikke garantie. Ik wil gewoon naar de Lidl kunnen rijden. Op zaterdag. En dan is de spring prima. Of de Aldi. Of de Aldi. Heb je dat gehoord van de Aldi? Die hebben die Rick Embingen was de stem daar. Mm-hmm. Die is vervangen door AI. Ja, bizar hè? Ik hoorde hem eerst. Ik denk, hey, Diederik is weg. Ja. En toen las ik vanmorgen, oh, dat is niet echt. Nou, tot zover mijn baan. Ja. Zien we nog een Tesla wel kopen. Ja, maar hebben ze AI gemaakt op basis van zijn stem? Nee, van een vrouw. Zijn vrouwenstem. Die ook zegt, ik ben nooit verkouden. Dat is echt kutwijf. Net heel verkouden geweest. Nooit hoofdpijn? Nee, ook dat nog, ja. Nee, maar goed. Dat nee, maar 16.000. Dat is een dingetje, 16.000. Ik bedoel, dat... niet veel geld voor een... Daar kom je niet meer tegen, want de goedkoopste... nu ga ik aan de zin beginnen die ik niet af kan maken. Maar de goedkoopste benzineauto, die begint volgens mij gewoon toch net onder de 20. Dat is een Mitsubishi volgens mij. Ja, of een Space Star of zo. Ja, zoiets. Suzuki. Dus het is de goedkoopste EV is dadelijk na subsidie goedkoper dan de goedkoopste benzineauto. Ja. Dat hebben we volgens mij niet gehad. Dat hebben we nog niet gehad. Nou, dat hebben we niet gehad. Primeur, dames en heren. Hey, wat geen primeur is, gaan even naar de Formule 1. Daar heb ik nog steeds geen dingetje voor. Ja, een beetje. Nee, als je dan dit wegdoet en dan... Stil maar. Kijk, toch nog een soort Formule 1 nieuws. Nee, Max is boos. Ja, dat is niet voor het eerst. Nee, Max is altijd boos. Hij zit de laatste tijd goed in. Ja, dat is waar. Maar als het over sprintraces gaat, dan is Max boos. Max haat sprintraces en op zich snap ik het wel. Ja. Maar, haat Max het dan of haat papa het? Max zegt dat hij het haat. Maar ik snap het ook wel, want het is natuurlijk zo net als nu. Waarom hij nu boos is, volgende week. De Grand Prix van China, laatste keer gereden in 2019. Daarna kwam het corona gebeuren en dan mochten ze nog steeds niet terug. Nee. Dat is dus 5 jaar geleden. En dan gaan ze nu een sprintrace doen. En Max is lekker cynisch. Nou, lekker slim om het daar te doen. Hij heel goed. Ja. Maar ze hebben dus maar één vrije training om alles af te stellen. Dat is op vrijdagochtend. Dan komt natuurlijk al de kwalificatie voor de sprintrace. Dan de sprintrace. Dan de kwalificatie voor zondag. En dan de race. Dus maar één. En ze zeggen, ja, het is helemaal veranderd. Nieuw asfalt erop. Noem het allemaal maar op. Ja. Dus, maar hij is boos. Ja, en uiteindelijk, of hij nou terecht of onterecht boos over is. Dat de halfslachtige gedoe. Ik bedoel, dat snapt toch niemand in Amerika? Geen enkele huisvrouw in Amerika snapt toch dat je soms een sprinter hebt. Ja, dat vind ik ook. En soms niet. Doe het wel of niet. En dat het soms op zaterdag is en soms op vrijdag. Wat vind jij ervan? Van de sprintrace? Ja. Ik vind het leuk. Ik vind hoe meer races, hoe leuker. Ja. Ik vind het, en, ja, als Piastri hem dan wint, dan heeft hij niet echt de race gewonnen. Maar dan ja, dat is ook zo. Maar wat ik vooral heel fijn vind, dat is met Formule 1 nu, het middenstuk is altijd vaak zo echt doorkomen. Ja. En dit is gewoon voor iemand met een soort ADHD, TikTok. Het is echt net een half uurtje. Het is prima. Ja. En dan... ik snap dat ze heel voorzichtig zijn. Dat het niet zo'n race wordt. Want ze willen hem niet kapot maken voor de echte race. Maar ik vind het heel leuk. Wat mij betreft doen ze het gewoon iedere week. Ja, nou, ik vind sprintraces een beetje onderdeel van dat verhaal. Ik snap het wel als we het spannender willen maken. En dat we meer elementen toevoegen. Waardoor Max misschien een keer niet wint. Ja. Maar het ondoorzichtige gedoe met hoe zit het dan met je banden en wat moet je nog rijden en welk compound. Dat valt gewoon niet. Het valt wel te volgen, want je kan het op 16 verschillende manieren volgen. Ja, ik snap het. Het is een beetje ondoorzichtig hoe het allemaal gaat met de regeltjes. Ja. Maar wat mij betreft, gooi ze hem erin. Ik vind het leuk. En vooral juist misschien ook wel omdat er minder getraind kan worden, is dat het misschien eens een keertje anders dicht bij elkaar ligt. Ja. Eén ding weten we wel: Alpine rijdt achteraan. Ja. Is het niet normaal hoe langzaam die gaan? Ja, nee, ik ben wel benieuwd hoe ze dat in Drive to Survive gaan. Hoe al die teleurgestelde celebrities die daarin investeren in dat. Ryan Reynolds. Ja, klopt. En alle basketballers en weet ik voor wie het allemaal doen. Ja, maar er moet ook iemand achteraan rijden. Ja, dat is waar. En dat is dus de twee Franse jongetjes zijn dat. En leuk nieuws. Mm-hmm. Alonso. Ja, Fernando, die gaat niet naar Red Bull. Die gaat niet naar Mercedes. Die blijft gewoon nog 2 jaar sowieso bij Aston Martin. En dan is hij 45 als zijn contract er nu afloopt. En misschien staat hij gewoon nog wel door. Dan is hij nog niet eens zo oud als wij. Nou, jij bent nog maar 46. Ja, nog een weekje of twee. Ik ben 47. Niet waar. Jawel, ik was vorige week zaterdagjarig. Serieus? Ik dacht dat jij een maand jonger was dan ik. Nee, ik ben 30 maart jarig. Ah ja.
Dus nog bedankt voor de felicitatie. Ja, nee, Jan-Willem was gisteren jarig trouwens. Ja, ja, ja. Hey, Jan-Willem, gefeliciteerd nog. Van harte, hou big. 40 hè, was, is die geworden. Zo, ja, ook de big 4-0. Ja, ja, ja. Nou, dat zou je niet zeggen aan hem. Nee, absoluut niet. 37 dacht ik. Ja, ik zei 25 vanochtend. Maar goed, maar goed nee, in ieder geval nog twee jaartjes dus Alonso. En hij heeft volgens mij een contract met een open eindje getekend. Ja. Want hij zei, ik ga niet zeggen hoeveel of hoe lang ik echt blijf rijden. Ik moet denk ik leuk blijven. Ja. Ja, tuurlijk. En ze gaan natuurlijk 26 nieuwe motoren, half nieuwe regels. Ja. En zij zitten met Honda. Ja. Goeie match was dat vroeger. Honda en GP2 engine. Ja. Maar goed, we gaan het zien. Ik vind het heel leuk. Want dat is ook zo'n ding. Vettel had het ook. Mm-hmm. Hij had het ook. Als je bij Ferrari rijdt, dan ben je echt een hele nare klootzak. Ja. En het moment dat je daar weg bent, dan zie je iedereen opbloeien. En Fernando is ook zo. Het was echt een naar mannetje. Maar hij is echt zo leuk nu. Ja. En lachen en blij. En waar ik dan wel over moet gniffelen is zijn opmerking over... Ja, ik wil nu wel wat loyaliteit tonen. En ik denk, ja, dat zou fucking voor het eerst zijn dan. Ja. Want als hij één jobhopper is... Ja. Hij had echt hij heeft wel wat teams gehad, hè? Hij had het talent om steeds voor de verkeerde te kiezen. Alleen maar maar dan denk je, dan ga ik nu daarheen. Ja. Nee, dan werkt het niet meer. Ja, en dat talent, ik bedoel, dat is toch hetgene waardoor Hamilton... Zo gemakkelijk. Ja, nee, zo wel. Iedereen dacht, jij zit nu bij McLaren. Die 6 à 7 titels bij elkaar heeft gereden. We moeten gaan opschieten, joh. Ja, we gaan door. Over occasions. Nee. Die. Occasions. Wat zeg je? Occasions. Hé, hey, Wouter, heb je die Porsche nou eigenlijk al eens gekocht? Nee, Wouter niet. Nee. Maar jij hebt iets gedaan. Ja. Wij zijn reuze benieuwd. Ja, enlighten us. Ja, 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 ja. Nou, die link ging eruit, dat weet ja? ik nu wel. Ja? Dus er moet een nieuwe familiebak komen. Ja. Ik was op het spoor gekomen van Occasion Private Lease. Ja. Nog kortere lease-constructies. Want het wordt onze eigen auto, dus niet op de zaak. En uiteindelijk zat ik elke dag de site refreshen van Leaseplan en ALD. Dat is toevallig hetzelfde bedrijf, maar ja, goed, die hebben nogal aparte labels. En op een gegeven moment kwam er een Audi A4 Avant voorbij. Ja. S-Line S Edition 190 pk. Dat is volgens mij een 1.5 TSI. Ik weet het niet zeker. Benzine. Ja. Benzine. Ja, ja. Daytona grijs. Mooi. Zwarte leren interieur. Dat doorgestikte. Ja, mooi. Ja. Porno. En open dakje erin. Daar vroegen ze voor 36 maanden, 10.000 kilometer per jaar, 519 euro per maand voor. Okay. Hashtag not sponsored. En is hij dan daarna van jou of nee, joh, dat niet? Ik ga gewoon 18.000 euro betalen de komende 3 jaar aan die auto. En daarvoor verwacht ik ontzorgd te worden. En dat is het natuurlijk. Die auto, vergelijkbare auto kan ik denk ik kopen voor 25 of 30.000 euro. Ergens tussen dat bedrag. Dus ja, ik reken natuurlijk enorm naar mezelf toe. Ja, dat moet je altijd doen. Hè? Ja, maar ik zat op 5,50 per maand. En ik ga nu naar 5,19. Ja? Maar die link mocht ik wel 5000 kilometer meer rijden. Ja, maar dat is het voordeel. We zitten hier vlak bij jouw huis natuurlijk. Ja, dus jij rijdt niet zo heel veel. Nee. Misschien een keer een vakantie. Maar dat haal je als je het allemaal optelt, haal je dat wel. En ik kijk nu al uit naar minder tanken. Want met de Link & Co. moest ik ook op de wintersport gewoon 3 keer tanken. Oh echt? Als ik inderdaad 160, 180 wilde rijden, dan elke 350 kilometer was het gewoon gebeurd. Echt heel irritant. Ja. Dus ja, nee. Ja. Nou, superleuk. Wanneer komt ie? Ik heb vandaag hoeveel dingen digitaal moeten ondertekenen. Ja. Kreeg ook het lijstje van wat hij ooit heeft gekost. Dat was 56.000 euro. Veel geld. Ja. Hoe oud is die? 2019. Oké. Okay. Dus dat. Ik heb niet de nieuwste auto van de straat. Maar dat hoeft ook niet. Nee, dat, ik ben daar niet zo gevoelig voor. Dat wil hij wel. Bij mij rijden ze allemaal youngtimers. Ja, ja, ja. Mijn buurman heeft een Range Rover Sport. Toch allemaal Saabs en... Nee, die pik. Saabs en Volvo's. De Range Rover Sport Supercharged. Ah, oké. Okay. Zwembad blauw, fantastisch. Youngtimer? Ja. Ja, dan kan je wel wat kosten in de zaak. Ja, 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 maar dat tezijde. Ja. Hé, maar wat leuk, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Super dus, tof. Binnenkort in de Autoblog Garage. Ja, mooi verhaal erover schrijven. Na de meivakantie komt het artikel. Nou, helemaal leuk. Helemaal goed. En dan hebben we nog één dingetje. De reactie van de week. Ja, ik moest wat zoeken. Ja, doe jij maar dan. Dus ik heb dan maar een paar reacties gedaan. Gisteren het artikeltje over kinderstoeltjes die onveilig waren. En een heleboel verhalen. En toen zei Rolling Stone zegt, gewoon geen kinderen nemen. Dat scheelt een hoop geld, gezeur en gedoe. En Marcel die reageerde erop.
Alleen pedofielen nemen kinderen. Waarop Johanneke zegt, scheelt ook een hoop geld, gezeur en gedoe als je als pedo geen kind neemt. Nou. Bij deze, nou dan je na gecanceld. Maar goed, bedankt voor deze bijdrage. Dus, dan weet je dat. Gauw door naar de afsluiting. Ja, nou, je doet het al nu. Je luistert al via Spotify, de site of de Apple Podcast. Maar vertel het vooral aan je vrienden. Geef ook eens even een comment. Ja, dat vinden we ook leuk. Meer dan één woord. Ja, maar en ook gewoon alleen positief. Ja, en vijf sterren. Ja, en zeg dat wij ook gewoon nu op dezelfde hoogte zitten. Ja, dat zo leuk is, dat we geen kistjes hebben. En dat Wouter is wat minder moet reizen. Dat hij ook eens wat tripjes aan ons moet afstaan. Precies. Nou, misschien, hè, toekomst. Nou, lijkt me hartstikke leuk. Hé, wie zal het zeggen? Hey, zorg dat we dus de nummer 1 blijven van alle autoblog-podcasts die wij presenteren. Ja, precies. Nou, dan was dat een heel fijn weekend, fijne week, fijne avond. En bedankt voor het invallen. Yes. Oké, that's it. Where are you guys? I'm going home. Doei!